Ja, ik moet wel overleven, omdat je telkens, dus iedere dag 24 rekenen en tellen en kijken, ga ik er geraken, ga ik er niet geraken. Ik ben Nathalie, ik ben 44 jaar, ik ben alleenstaande mama van Ilias, 5 jaar. Als ik alles betaald heb per maand, dat ik eigenlijk nog een 40-tal euro per week overhoud om met mijn zoon te overleven. Na problemen met mijn ex-man zijn we gescheiden. Ik werkte dan fulltime in het ploegensysteem. Jammer genoeg, na een jaar dat ik de woning op mijn naam had genomen, ben ik zonder werk gevallen. Ja, door eigenlijk niet door mijn schoonhof, maar enkel door de crisis in de fabriek eigenlijk. Dus op de duur werd die woning openbaar verkocht door de notaris. Het appartement waar we nu wonen, de normale huurprijs is 610 euro ongeveer per maand. Gelukkig heb ik een huursubsidie, maar dat ik zelf nog, nu de huurprijs zelf dat moet betalen, 470 euro is, wat voor mij nog eigenlijk heel veel is, want ik heb een laag inkomen, ik ben aan de invaliditeit nu. Maar ja, ik blijf positief in het leven en ja, we blijven ervoor gaan en stap voor stap gaan we er geraken en we blijven hopen dat we vlug een sociale woning toegewezen krijgen die een beetje aangepast kan worden aan de huurprijs bedoel ik dan, aan mijn inkomen, zodat onze leefgeld per week een beetje kan omhoog gaan misschien.